Hoi kijkers van de Gamer Games en welkom bij deze nieuwe Minecraft video. Ja, ik ga beginnen met een serie, de Dual Survival. En ja, waarom zou het een duel heten? Ik weet het niet, maar dan kijk ik achter me en daar staat Wouter. Wouter doet mee in deze serie en dat had ik ook al verteld in de video van gisteren. Nou Wouter, stel je maar voor. Hallo, ik ben Wouter. En vandaag doe ik samen met Niels, of hij eigenlijk samen met mij, een dual survival. Ja, nou, we zullen maar gaan beginnen. Oh ja, Wouter, wat is je kanaal? Oh ja, dat ene kanaal. Oké, mensen van mijn kanaal, ga kijken ook eens even op dat ene kanaal. Hij heeft ook een paar filmpjes, die zijn ook hartstikke leuk. Dus ik had het in de vorige video ook al verteld. Ik zal weer een linkje in de beschrijving zetten. Of kijk op mijn kanaal bij aanbevolen kanalen. Daar staat hij ook. Maar we gaan nu beginnen met bomen hakken. Want ja, we moeten even huisjes hebben voor de nacht. Want anders dan worden we meteen aangevallen door die stomme kutzombies. En die zijn niet fijn. Nee, dat moeten we niet hebben. Tenminste, die zombies die gaan nog wel. Maar die skeletten en die spiders die zijn zo erg. Ja. En dan nog maar niet spreken over de creepers. Oh. Nee, inderdaad. Dat zijn zeker irritante dingen. Maar, dat maakt niet uit. Ik maak alvast even een crafting table. Is goed. Kunnen we een axe maken. Dan zal ik nog even wat hout sproppelen. Ik zet hem even hier. En dan maak ik... Ja, dat klinkt raar, maar ik maak even een pickaxe. En dat doe ik voor... Om meteen steen te krijgen, zeg ja, maar. Ja, voor steen. En dan kan ik even een stone axe... Dat gaat toch al een beetje ietsje sneller, weet je? Ja, inderdaad. Zeker handig. Ja. Kijk, hier hebben we stone... Zo. Saplings. Nee, maar deze serie gaat leuk worden. Denk je ook? Ja, zeker. Later, toch? Zeker. Ja. Dus mensen, jullie kunnen deze serie verwachten in het weekend. Door de week doe ik andere series. Heb ik ook al uitgelegd in de vorige video. Alles is al uitgelegd. Wat ben ik toch goed. Ja, dat doe je zeker heel goed. Ik vind die trouwens meteen kool. Dat is ook mooi meenemen. Oh, dan kan je dat mooi meenemen. Ja. Mooi meenemen. Dus ja, morgen kunnen jullie GTA van mij verwachten. Alleen. Zonder iemand erbij. Dat is wel zo handig. Ja, het lijkt me niet handig om dat met z'n tweeën te doen, want dat gaat. Nee. Behalve multiplayer, maar ja. Dat komt nog wel een keer, mensen, dat komt nog wel een keer. Na de series waarschijnlijk. Eerst ga ik eens even een leuk alleen singleplayer doen. Dat wordt ook hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk. Ja. Maar vandaag doen we Minecraft. Het vierkante spel. Dus we zullen eens even concentreren op dit. Op het kool hakken. Jeetje, het is echt veel. Oeh. Er zit echt veel kool hier. Dat is gewoon handig. Ja. Inderdaad. Huppakee. Oh shit. Even een dirt plaatsen. Dirt. Dirt. En zo. Ja, ik maak dit gat wel even dicht, want dat ziet er wel zo netjes uit. Hoppa. Ah ja, dan doe je dat dicht. Hoppa, zo. En een appel. Appel, lekker. Apfel. En dus even een stone axe maken. Dat gaat alweer veel sneller om een boom weg te hakken. Zo. Hoppakee. Oh, je bent ook een boom aan het hakken. Zo. Ik heb al een halve stek gewoon normaal hout. Van dat rauw hout zou ik maar zeggen. Ja, dus geen planken, maar echt gewoon hout. Een halve stek? Ik niet. Ik wel. Maar ik heb kool. Ik heb 14 kool al. Oh, lekker. Ja. Zo. Ik ga zo ook maar eens even lekker de mineshaft in. Maar die moet ik eerst vinden. Ja. Ja, die moet ik eerst even vinden. Het zal nu zo 1, 2, 3 lukken, maar... Trouwens, net zag ik ook al schapen lopen. Dus we kunnen ook bedden maken zo meteen. Oh ja, dat is goed. Kunnen we tenminste de nachten overslaan. Als we daar zin in hebben.
Ja. Ik ga die witte bomen niet kappen. Oh, ik misschien wel. Voor de vloeren. Maken we een gezamenlijk huis of maken we twee huisjes? We doen maar twee kleine huisjes. Ja, twee kleine huisjes, dat lijkt me ook wel leuk. Dan hebben we een soort van klein dorpje. Een heel klein dorpje. Ja, dat ziet er wel schattig uit. Een gehuchtje eigenlijk. Nou, we kunnen dat er nog uitbreiden en dan gaan we er een dikke stadsmuur omheen bouwen en zo. Hey, appel, ja. Ja, een stadsmuur. Schap, daar is schap. Maak er kebab van. Ik zie er ook, nee, dat is zielen voor schap. Maar ik zie daar ook al een varken. Ik laat die dieren nog even met rust. Ja, zou ik maar doen, anders krijgt de dierenbescherming op je dak. Kijk hier, sapling en appel, lekker. Waar gaan we eigenlijk onze huisjes bouwen? In het bos hier of net buiten? Doe maar net daar buiten. Ja, in het weiland. Ja. Alleen hier is zo'n waterpoeltje en dat lijkt me niet handig om daar... Misschien daar? Even kijken. Ja, ik zit, kom er al. Ik zit even die saplings te verzamelen. Hier is een gat. Dat gaan we ook niet doen. En daar zijn bergen. Dat kunnen we ook niet doen. Oh wacht, daar is een... Daar, aan de andere kant. Dat lijkt me wel grappig om daar een huisje te bouwen. Daar voor die bergen, zeg maar. Hier, bij die schapen hier. Oh ja. Oké. Hier. Ja, dit is wel een leuk plekje. Ja, dit is wel een leuk plekje. Ja. Ik ga laat hier, het hier doen. Ja, en... Nu ben ik mijn crafting table kwijt. Nee, die heb ik meegenomen. Oh, wat handig van je. Zet hem even neer. Oh. Oké. Ja, dan bouw ik hem een eindje verder. Ja, ik maak even een schep. Net tegen het bos aan. De deur te weghalen. En zo. Een schep. Zo, eens even. Oh, het wordt alweer nacht. Nee. Dan moeten we even opschieten. Ik maak gewoon even hier een begin. Oh, er zijn trouwens genoeg schapen. Beter zo. Slachten er een paar. Ja, maar dan we moeten sowieso even... Oh, ja, oké. Okay. Wacht, ik graaf in die berg graaf ik een soort van gangetje. Mm-hmm. En dan zetten we daar die twee bedden. Als jij dan even twee bedden maakt. Ja, is goed. Ja, schapie. Ik kom op de stone terecht, wacht. En die is dood. Ik ga even hierin. Even snel een gangetje. Hup. Zo, hier kan een bed. En daar kan een bed. Heb je twee bedden? Bijna. Kom naar hier voordat voor alle zombies komen. Volgens mij nog één blokje al. Ja, schaap, kom nou. En dood jij. Oh, nog een blokje. Ik had er nog maar 5 nu. Er komen... Huh? Volgens mij zag ik daar al in de verte een creeper. Of niet? Ja, ze beginnen het al te spawnen. Snel, maak bedden. Ik heb nu 2 bedden. Ik haat die rotbeesten. Snel, ja. Kom, snel, ga naar mijn hol. Ja, hij legt... Oh. Bij de crafting table. Ja, ik kom eraan. Hup. En hoezo loopt Minecraft vast? Snel. Serieus. Loopt u Minecraft vast? Nee, het is weer goed. Kom hier, naar boven. Ik heb daar een holletje gegraven. Kruip maar lekker in je hol. Kom je? Ja, ik heb nu een bed. Snel, want soms zie ik al een vluchtige zombie spawnen. Alleen... En mijn bed. Waar blijven ze eigenlijk? Ze staan, volgens mij, ze staan wel aan. Ja. Alleen, soms zie je vluchten zo'n... Of staat er niet aan? Wacht. Kan hem niet neerzetten. Flash set. Oh, wacht. Nee, ik weet niet. Ze staan wel aan. Hij staat op normal, toch? Ja, hij staat op normal. Ik heb hem gisteren nog getest. Nou, zet... Oh, huh? Ja, ik kan ze niet in dat gangetje neerzetten. Waarom niet? Ik weet niet, dan spring je altijd weg. Ja, bij mij ook, wacht hoor. Misschien als ik het wat breder maak. Ja, ik heb hem. Waarom kan dat niet? Zet hem gewoon net er iets buiten. Zo. Hé, hey, waarom is het in één keer licht? In één keer licht? Ging jij niet in
In je bed dan? Nee. Huh? Lag jij te slapen? Ik lag al te slapen. Hè? Maar ik dat is lag... wel raar, want meestal moet iedereen dan gaan slapen. Ja, ik lag echt niet in mijn bed. Nou. Kijk maar naar de aflevering, als die geüpload is. Ja, dat zal ik zeker doen. Ik lag niet in mijn bed, echt niet. Nou ja, dan maak ik deze even dicht, want dit ziet er niet uit natuurlijk. Sorry Berg, voor de overnachting. Die er niet eens was. Nee, voor mij niet. Dat vond ik echt raar. Yes, en ik zal volgende keer ook even fixen dat er wel zombies zijn, want maar hij staat echt op normal. Ik heb er net nog getest. Nou ja. Maakt niet uit. Dat komt allemaal wel goed. Zo. Even snel een klein huisje maken. Ja. Heel de tijd die blokken. Juist. Even wat plankjes maken. Oh, ik heb wat plankjes. Van dit ook dan. En later ga ik mijn huisje nog wel wat mooier maken, maar nu nog niet. Nu nog niet. Ah ja, eerst dat even kan. De zoom. Even snel. Hoppa, oh. Hup, 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 hup. Dat was echt raar, man. Ik lag echt niet in mijn bed. Ja, dat is wel apart, en toen was apart, het in één keer licht. Maar ik vond het ook raar dat die bedden in die berg sprongen gewoon weg. Ja, klopt. Oh, die moet daar niet staan. Weg. En zo. Het gaat helemaal niet goed met Minecraft hier. Hoezo niet? Hij loopt weer vast. Bij jou? Ja. Oh. Sorry mensen, ik ben zo terug. Hij is weg. Maar nog wel aanwezig. Oh, wacht. We moeten ook nog ramen doe ik later. Het gaat even om een... Even nou, gewoon een klein hutje. Een simpel hutje om te overleven. Waar ik mijn bed in kan zetten. En een chest. Zo. En daar ben ik weer. Zo, zo, zo. Hoppakee. Oh, ja, nee. Ik maak wel alvast een groot huis. Ja? Ja. Hoezo? Nee, gewoon heb ik zin in. Ik niet. Dan overleef ik niet. Ik wel. Oh, ik zie net dat mijn deurgat al verkeerd neergezet heb. Die moet namelijk... wacht, dan komt dat toch wel... Dat komt weer niet uit. Ik moet er nog eentje doen. Zo. Zo. En weer een verdieping te hoog. Er zijn wel genoeg schapen in ieder geval. Ja, zeker. Dus farmen kunnen we wel. En volgens mij liepen er ook koeien tussen. Dus. Echt? Oh ja, volgens mij. Ja, daarboven op die berg zag ik ook een koe. En hier trouwens ook hiervoor. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja, dat weet ik wel zeker. Oh. Nou, weer even wat boom maken. Ja, ik heb... mijn muur stond helemaal verkeerd daarnet. Nee, dat is niet zo slecht. Helemaal verkeerd, ik moest eentje verder gaan. Ook. Ik vind het altijd wel leuk om zo'n twee deur, zeg maar, huis te hebben, weet je wel? Ja, dat doe ik ook altijd. Aan de voorkant zo twee van die deurtjes. En nu je het daarover hebt, moet ik even kijken wat het goed staat. Ja, ik wil het wel een soort van symmetrisch hebben. Ja, ik ook. Het ziet er wel leuker uit. Ja. Zo. Oh, mijn crafting table staat daar nog. Ja, hij is goed. Die nemen we even mee naar binnen. Die is helemaal goed. Zo. Hier zetten we daar neer. Wat moest ik nou maken? Oh ja, deuren. Twee deurtjes. Nee. Zo. Dat zijn twee. Hey, schaap, ga naar buiten alsjeblieft. Wacht. Ik duw je even naar buiten, schaap, want ik wil geen dieren in mijn huis. Dat stinkt. Tenminste, amai. Een schaap stinkt. Stond mijn plant. Een schaap stinkt wel voor in je huis. Dat is niet zo fris. Schaap, ik zal jullie beloven dat ik een stal ga maken. Maar dat is pas later in de serie, oké? Okay? Ja. Ik zal beloven dat ik een stal voor jullie maak. Ik moet het dak nog maar eentje hoger doen, denk ik. Ja,
Oh, ik heb denk ik niet genoeg hout. Er is een heel bos, dus er is genoeg hout, hè? Ja, dat weet ik. Zo, al die dieren, zeg. Ja, dat zijn er best veel. Ja, aan dieren komen we in ieder geval niet tekort. Dat is heel fijn. Nee, hout ook niet. Even snel nog een boompie hakken. Boompie hakken. En later worden die huisjes natuurlijk wel wat mooier, maar het is maar gewoon puur even om te overleven. Dat is het belangrijkste in Minecraft. Inderdaad. Het is geen hardcore server, maar dat geeft niet. We doen het gewoon. We proberen natuurlijk wel om zo min mogelijk dood te gaan, dat is wel zo leuk. Of gewoon helemaal niet. Ja, maar dat lukt niet. Dat lukt niet. Nou. Nee. Het kan wel lukken. Ja, het kan wel, maar meestal als je met mij Minecraft speelt, lukt dat niet. En nu moet ik weer aan een boom gaan hakken. Ik ga even meteen 2 bomen hakken. Dan weet ik zeker dat ik genoeg heb om een dak af te maken. Dan doe je dat. Hey, een appel en een sapling. Hey, hier is een cave. Oh nee, het valt mee. Het is geen cave, het is een ondergrondse gang. Yo. Alleen het loopt niet uit tot de cave, helaas. Helaas. Ja. Nou, nu heb ik hopelijk genoeg hout voor een dak af te maken. Ik hoop wel dat we nog een keer een mineshaft tegenkomen. Vast wel, toch? Ja, denk ik wel. Jij bent altijd goed in het vinden van mineshaft. Shafts. Ja. Hoe noem je dat meervoud? Shafts, toch? Ja, denk ik toch. Mineshaften. Shaften. Mensen, laat het even weten in de comments. Want ik weet het eigenlijk niet. Help ons uit deze drama. Hey, schaap! Ga weg uit mijn huis. Ik doe de deur dicht. Het is van levensbelang dat we het goed weten. Ja, en ik maak even een paar toortjes om het dicht te maken. Hup. Dat ziet er ook altijd wel gezellig uit. Wat licht in de duisternis. Zo. Dat is altijd leuk. Even buiten nog wat toortjes. Zo, aan die kant. En aan de zijkant, dat komt nog wel. Even een chest maken. Ga ik een dubbele chest maken of even een kleine chest? Als je genoeg hout hebt, zou ik een dubbele maken. Ik heb genoeg hout, dus dan maak ik een dubbele. Oh, hallo schaap. Ga jij maar lekker posten. Die schaap ook bij jou in huis? Ja, dat kunnen ze wel doen. Die is langs alle kanten nog open. Zo, even alles in mijn chest. Oh nee, dat niet. Dit wel, dit. Zo, alles in die chest. En mijn bed zet ik daar. Hé, dat bed gaat weer weg. Echt? Wat is dat? Dan is er vast iets helemaal mis. Hè? Huh? Waarom? Ik kan mijn bed niet neerzetten. Oh, daar wel. Ja, op sommige plekken lukt het wel. Maar... Oh, wacht. Ik vind het maar raar. Hè? Huh? Ik snap het. Waarom gaat dat bed dan weg? Kan ik hem buiten wel neerzetten? Hè? Nee. Hè? Waarom gaat dat bed weg? Wat is dit voor haar iets? Wouter, kijk. Ja, oh, je bent kijk, daar. Kom hier, kijk. Nee! Hè? Wacht. Ja, nu werkt het wel. Nee, wacht, kom naar hier, kom naar binnen. Zet hem in je huis. Kijk! Oh, dat is apart. Maar waarom kan ik hem niet neerzetten? Ik wil hem neerzetten. Hoezo kon je hem buiten wel neerzetten? En binnen ergens wat rustiger is, kan je hem niet neerzetten. Wat is dit voor iets raars? Mensen, hoe moet ik dit oplossen? Laat het ook even achter in de comments, alsjeblieft. Ja, of deze map is gewoon behekst. Want dit, ja... We hebben te veel schapen of zo. We hebben wel vaker dingen meegemaakt die niet... Hè? Dit vind ik echt niet leuk. Of zal ik anders eens opnieuw een bed maken? Nee, ik denk niet dat het helpt. Ik heb geen wol. Wacht, nou ja, ik zal hem eens proberen net. Wacht, weet je wat? Ik steek mijn bed even in mijn chest en ik fix het wel de volgende keer. Oh ja, bij mij werkt het niet. Wouter, ik moet even iets mededelen. Ja, weet je al, zegt u het? Dat we ondertussen al bijna 20 minuten bezig zijn. Oh. Ja, dat geeft toch niet? 20 minuten praat. Ja, het is echt dikke praat hoor, maar ik denk dat ik er nu een einde aan ga breien.
Ja, dat anders is goed. Anders wordt de aflevering ook weer zo lang. Dus, deel 2 gaat wel leuk worden. Ja, deel 2 wordt sowieso leuk, want dit is gewoon even begin aflevering om huisje te maken en zo. Zal wat actiever zijn. Ja, nou, ik weet niet. Ik ga eerst even dat bed fixen, maar dat doe ik niet in de aflevering. Dat doe ik wel buiten de opnames. Ja, is goed. In ieder geval, mensen, laat alsjeblieft een groen duimpje achter. Dat is heel leuk voor mij. Hé, wat? Huh? Jij kan wel dat... Even, sorry mensen, maar ik word toch weer even afgeleid hoor, maar... Jij kan hem wel daartussen zetten en als ik het doe, dan niet. Wacht. Oh, hier zo kan het ook niet. Ik kan hem de meest onmogelijke plek wel neerzetten, maar hier zo... Wat is dat voor iets? Helemaal niet. Maar ja. Wat, is dat iets... Is het een bug of zo? Of wat zou dat zijn? Het zou kunnen. Nou ja, ik zal het proberen te fixen en als het niet kan, ja, sorry, helaas, dan gaat het niet lukken. Maar dat geeft niet. Nou ja, vast in ieder geval, geef alsjeblieft een like. Dat motiveert ons heel erg. Zeker. Zeker mij. En laat natuurlijk een comment achter. Geef antwoord op de vragen die we gesteld hebben. Wat was het? De Mineshafts en een meervoud van Mineshaft. En hoe we dat kunnen fixen van die bedden. Want dat zou echt fijn zijn. Ja, het zou wel eens anders. Ja, en... En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zeg ik tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Dual Survival serie. Samen met wacht. Ja? Mensen, abonneer ook op dat ene kanaal. Ja, dat ik zet het. Neem in ieder geval eens een kijkje. Ja, abonneren, neem eens een kijkje, kijk eens een video. Kijk er gewoon eens op en als je het leuk vindt, abonneer ook. Het is echt... ongeveer van dezelfde kwaliteit, denk ik. Ja, denk het wel. Wouter is nogal goed in Black Ops en ik niet. Dus als je graag kijkt naar Black Ops, naar goede dingen, kijk dan naar Wouter. Er komen nog wat betere potjes. Ja, in ieder geval, ik ga er nu echt een einde aan breien, anders wordt het wel erg lang. En tot de volgende keer in de Dual Survival samen met Wouter. Doei! Doei, mensen. Doei!